Windmolens bouwen op zee. Dat is handig, want dan hebben wij er geen last van. Maar vissen en andere zeedieren wel. Hoe dat zit, leg ik je hier uit in de werkplaats. Om klimaatverandering tegen te gaan, wordt er heel veel geïnvesteerd in groene stroom. Windmolens leveren nu al meer dan 3% van de stroom die gebruikt wordt in Nederland. En dat gaat nog veel meer worden, als alle plannen voor windenergie op zee doorgaan. We hebben in Nederland op dit moment in de Noordzee, voor de kust van Zeeland, voor de kust van Noord- en Zuid-Holland en verder in het noorden, windmolenparken. Samen geven die ongeveer 2500 megawatt aan capaciteit. Dat is ongeveer evenveel als twee moderne kolencentrales. Er wordt gewerkt aan de bouw van nog veel meer windparken op zee. En als alle geplande parken over iets van 10 jaar af zouden zijn, dan zouden die een capaciteit hebben van maar liefst 21.000 megawatt. Dat is meer dan 10 kolencentrales, meer dan genoeg om iedereen van stroom te voorzien. Dat is natuurlijk fantastisch, als we zoveel groene stroom zouden kunnen opwekken. Maar bij windparken op zee komt meer kijken dan je op het eerste zicht zou denken. Bijvoorbeeld trekvogels kunnen last hebben van de wieken. Er zijn ook zorgen over de impact op de algengroei in de zee. Maar er is ook schade die specifiek kan optreden tijdens de bouw van de windmolens. Windmolens kun je namelijk niet zomaar op de zeebodem zetten. Eerst moet je een geschikte plek vinden. Want hoe ziet de bodem er eigenlijk echt uit onder water? Het is niet allemaal vlak zand. En misschien ligt er wel een scheepswrak. Bouwbedrijven doen daarom eerst seismisch onderzoek. Er worden van op een boot harde knallen gemaakt. Dat geluid botst op de bodem en wordt teruggekaatst. Als je dan met onderwatermicrofonen meet hoeveel tijd dat kost, dan kun je een 3D-kaart van de bodem maken. En dat seismisch knalgeluid, dat klinkt zo. Als je dan de plek hebt bepaald waar je een windmolen gaat bouwen, dan kun je die daar niet zomaar neerzetten. Want door de slappe zandbodem, de harde wind en de stroming van het water zou die meteen omvallen. Daarom moet je heien. Je slaat enorme palen in de zeebodem. En op die fundering komt de windmolen zelf. Zo'n moderne funderingspaal is ongeveer 8 meter breed. En lang is hij ook, want de Noordzee is soms tot wel 30 meter diep. En dan gaat de paal zelf ook nog eens 30 meter de grond in. Bij elkaar dus bijna 60 meter. Daardoor kan het heien van één paal al snel een paar uur duren. En dat klinkt dan zo. Daar kunnen vissen en andere zeedieren last van hebben. Dat komt doordat voor veel zeedieren, zoals vissen, gehoor heel belangrijk is. Zeker in het troebele water van de Noordzee. Denk aan navigatie en communicatie. Als je dan urenlang dit geluid hoort, dan snap je wel dat dit andere geluiden kan overstemmen. Door de enorme druk van dat geluid kunnen er scheurtjes ontstaan in de organen van vissen die vlakbij heiplekken zwemmen. En ze kunnen daar zelfs aan sterven. Maar waar veel meer dieren last van hebben, is dat het geluid gedragsveranderingen kan veroorzaken. De kabeljauw bijvoorbeeld wordt minder actief wanneer seismisch geluid afgespeeld wordt en gaat minder eten. En bruinvissen vluchten weg van de plek waar geheid wordt. Ook voor hen is gehoor een essentieel zintuig. Ze gebruiken geluid niet alleen om te communiceren, maar ook om voedsel te zoeken. Ze zoeken hun prooi namelijk net als vleermuizen met echolocatie. Voor mensen is het geluid te hoog om te horen, maar als je de frequentie verlaagt, dan klinkt het zo. Het is dus heel belangrijk om de overlast van dat geluid te verminderen. En dat kun je bijvoorbeeld doen met luchtbellen. Daarvoor moet je weten dat geluid in feite trillende deeltjes zijn, die de trilling aan elkaar doorgeven. Hoe snel dat gebeurt en hoe lang dat doorgaat, hangt af van hoe dicht de deeltjes op elkaar zitten. Bij water is die dichtheid relatief groot. Als je hier bijvoorbeeld met een hamer slaat, dan verplaatsen die trillingen zich heel gemakkelijk. Maar in lucht zitten die deeltjes veel verder van elkaar. Wel 800 keer verder. Als luchtdeeltjes in trilling worden gebracht, dan raken die deeltjes veel eerder hun energie kwijt en duurt het langer voor ze met andere deeltjes in contact komen. Daardoor komt het geluid minder ver en gaat het langzamer. Daarom worden op de bodem rond heiplekken tegenwoordig altijd bubbelschermen neergelegd. Eén of zelfs twee ringen met luchtbelletjes rond de plek waar het geluid gemaakt wordt, om dat geluid dus letterlijk af te remmen en te dempen. Dat scheelt al snel 5 tot 10 decibel. We zien dat dan bruinvissen minder ver wegvluchten en ze lopen ook minder risico op gehoorbeschadiging. We doen ook onderzoek naar geluiden die je op voorhand kunt laten horen, om vissen en andere zeedieren tijdelijk weg te jagen van de heiplekken, om de schade die ze er kunnen oplopen te voorkomen. Als een windmolenpark er eenmaal staat, lijkt het zeeleven er eigenlijk minder last van te hebben. Sterker nog, lokaal krijgt het zelfs een boost. Op en rond heipalen ontstaan een soort kunstmatige riffen, waar het zeeleven kan opbloeien.
Onder andere zeesterren, oesters, anemonen en mosselen vinden deze riffen heel fijn. En dat trekt ook weer andere dieren aan, zoals vissen, die daar ook nog een stuk minder last hebben van de mens, omdat binnen een windmolenpark geen visserij meer toegestaan is. Zeehonden bijvoorbeeld hebben zulke plekken ook ontdekt. Dit is een zeehond met een trekker op zijn rug en die ging stelselmatig alle windmolens af, op zoek naar eten. Je moet je daarnaast realiseren dat het aantal vissen dat schade ondervindt door de bouw van windmolens natuurlijk in het niet valt bij het aantal vissen dat we dagelijks vangen om op te eten. Bovendien is het afremmen van klimaatverandering sowieso goed nieuws voor het ecosysteem van de zee. Daarom is groene energie belangrijk en moeten we doorgaan met windenergie op zee. Als we maar niet vergeten dat er altijd gevolgen kunnen zijn voor het leven boven en onder water en dat we dat goed in de gaten moeten blijven houden. Koffie drinken mag. Sterker nog, het is goed voor je. Ik ben Elle, voedingswetenschapper en in de volgende aflevering vertel ik je er alles over.